Stapels met kratten vol voedsel en andere huishoudelijke artikelen. Inwoners van Maassluis en omstreken geven ruim tijdens de actiedag voor de voedselbank. En dat alles op zo'n manier dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Er zijn inleverplekken in de hele stad. Nee, we hebben 7 kerken, we hebben 4 grote supermarkten en 4 drive-thrus bij je metrostation en bij Aldi, Koningshoek, noem maar op, en bij je VDL. Dus we willen het heel groot aanpakken. We waren eigenlijk van plan om het klein te doen, maar helemaal sluit doen mee. We hebben gefolderd, we hebben alles gedaan. Mooie kennen niet, echt mooie kennen niet. En dat vinden ze ook hier bij de voedselbank, waar het een na het ander binnenkomt. Vrijwilligers zorgen ervoor dat alles netjes gesorteerd wordt, zodat het later goed verdeeld kan worden. Iets verderop bij winkelcentrum Palet wordt ook druk ingezameld. Ja, het gaat ontzettend goed. We merken eigenlijk op alle plekken dat we veel aanloop hebben. Op de drive-thru zie je dat mensen steeds constant aan blijven rijden. En bij de supermarkten waar we staan zien we dat heel veel mensen echt wat meenemen uit de supermarkt. Dus het is fantastisch om te zien. En we staan op 16 plekken vandaag. Nou, fantastisch om te zien dat het overal loopt. Dan moet het gewoon een succes gaan worden. De actie is volgens initiatiefnemer Martin zo'n succes dat hij al nadenkt over een vervolg. We willen dit in december, dus mensen, december gaan we dit zeker doen voor de kerst. Dat de mensen ook een geweldige kerst kunnen vieren. Ik ben echt trots op Maassluis. Dat er heel veel mensen hier voedsel komen brengen en op andere locaties. En vergeet niet, na deze actie kunnen mensen nog gewoon doorgaan voedsel brengen naar de voedselbank. Waar heel hard nodig is.